Nog één puntje heeft FC Twente vrouwen nodig om zich te verzekeren van het hoofdtoernooi van de UEFA Women's Champions League. Dat puntje moet dan gepakt worden tegen Konak Belediyespor uit Turkije in de laatste groepswedstrijd. Ploeg van trainer Tommy Stroot won al twee keer en kan er met vol vertrouwen uitkijken naar de laatste wedstrijd. Begin van de wedstrijd met de Turken in de aanval. Links ligt de ruimte. Misschien wel gezien, maar de bal komt er niet. Dan moet iemand natuurlijk in gaan grijpen. Voordat de Turken gevaarlijk kunnen worden. Voorzet vanaf de rechterkant. Daar staat iemand al heel erg vrij. Die bal gaat erin. Die bal gaat erin. Het is 1-0 voor Konak Belediyespor. Al in de vijfde minuut van de wedstrijd. Een enorme tegenvaller voor FC Twente vrouwen. Walders en Kerkdijk staan te kijken. De spits van de Turken is slim. En komt de 1-0 binnen. Kan Twente wat terug doen naar die vroege tegenvaller? Worm met de voorzet. Weggekopt. Daar is Roord. Roord schiet hem maar binnen dan. In het zijnet. Jansen, handig. Gehaai. Dan staat die andere Jansen helemaal vrij. Maar die bal komt er niet in de tweede instantie. Ook niet. Goed gering. Lange bal. Nou, die moet voor de keeper zijn. Maar daar is Renate Jansen. En het is 1-1. Een meevaller voor FC Twente vrouwen. Of een fout van de keeper van Konak. Zo kun je er ook voor kijken. Maar feit is dat het 1-1 staat. Goeie ingreep. Waar kan de bal naartoe? Daar is Jansen, die is snel. En dat gaat de verdediger van Konak ondervinden ook. Jansen met de voorzet. Daar is die andere Jansen. Nu wel. Maar net niet. Dat had toch een beter lot verdiend. Gering wil wel hebben, zo kan het ook. Jansen nu dan neergehaald. Penalty. Of toch niet. Want de scheidsrechter maakt geen aanstand om die bal op de stip te leggen. Berestein zegt, ja maar was dit een overtreding? Jansen zegt, ik word hier toch gehaakt? Doet het maar uit, denkt de scheidsrechter. Nou, nog een keer kijken dan. Daar is de bal, daar is de keeper aan. Het lijkt er net niet op dat Jansen geraakt wordt. Kans. En los uit. Kerkdijk. En nog altijd die stand van 1-1 op het bord dan. Berestein. Misschien met een goede voorzet, trapbeweging. Voorzet is niet goed. In tweede instantie. Via Roetgering, zo kan het ook. Deze bal is aardig. Aardig wat heet. Jansen. En het is 2-1. 2-1 voor FC Twente vrouwen. 23 minuten op de klok. En een mooie voorsprong voor de Tukkers. Walders. Roord. Die is natuurlijk handig. Wacht even, Berestein heeft de turbo aangezet. Goed balletje, Berestein, hoek is moeilijk. Maar niet onmogelijk, denkt Linette Berestein. En dan is het raak. 3-1 voor FC Twente vrouwen. Uitstekend gedaan door Linette Berestein. Na iets meer dan een half uur spelen. En dan heeft Twente vrouwen toch ietsje meer lucht. Jansen, beslist de wedstrijd dan maar. Nog in de eerste helft. Jansen voor de 4-1. De paal. En hoe is het mogelijk dat die bal er net niet in rolt? Dan gaan de Turken nog voordat het fluissignaal voor de rust heeft geklonken hun keeper wisselen. Geen blessure. Is toch wel een opmerkelijke beslissing. Misschien nog één kans voordat het rust is voor de Turken. Goed schot en een goal. Een doelpunt voor Konak Belediyespor. Op slag van rust en dan is het 3-2 en dan wordt het misschien toch nog spannend. Loosheid en Roetgering discussiëren nog even wat er daar fout gaat. Veel in ieder geval, want anders kan die bal er natuurlijk niet in. In de extra tijd Turken. Nog één keer met weer een uitgelezen mogelijkheid. Het is dat die bal niet goed wordt geraakt. En dan is er genoeg stof om over na te spreken in de kleedkamer. Want er staat dan wel 3-2. Maar dat is nog niet een garantie dat Twente ook gaat winnen. Jansen is nu door. Doet dit knap. Doet dit heel knap. 4
2 voor FC Twente vrouwen. En dan lijkt de buit toch wel een beetje binnen, want de speelsters uit Turkije worden steeds meer vermoeid. Goeie lange bal. Daar is Roort. Die weet 1 tegen 1 meestal wel raar met zo'n situatie. Goeie kapbeweging, zoekt de hoek maar uit. Lukt net niet. Met een goede voorzet. Kerkdijk, Danny Kerkdijk met de goal. 5-2 voor FC Twente vrouwen. En nu is het beslist. FC Twente vrouwen gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat kan niet meer mis. Staat er vrij. Ellouzi gaat schieten. Ellouzi! Wat een goal zeg! Van Sabrine Ellouzi. Wat een heerlijke knal om de wedstrijd mee te beëindigen. 6-2 voor FC Twente vrouwen. Op naar de knock-out fase van de Champions League. Sabrine Ellouzi, gefeliciteerd. Het hoofdtoernooi van de Champions League is bereikt. Mooie overwinning hè? Maar wel goed herpakt en uitgelopen tot een goede zegen, denk ik. Jullie kwamen 1-0 achter, oh jee. Ja, de bank was even schrikken, maar we hadden er alle vertrouwen in dat meiden het goed gingen afmaken. Waarom hadden jullie er zoveel vertrouwen in? Nou ja, de training, overal gaat goed en je hebt vertrouwen in elkaar sowieso, denk ik, als team. En ja, we wisten het gewoon. 3-2 bij rust, dat was wel heel spannend. Was dat nodig? Nodig was, maar misschien was er wel spanning in het spel, dat weet ik niet, maar ja, maakt niet uit, we hebben gewonnen en we hebben goede doelpunten weggemaakt, dus dat is zo goed. Tweede helft, ook nog 3 doelpunten, was de tweede helft echt veel beter of niet? Nou ja, ik denk dat zij vooral moe werden en wij werden ook misschien wel wat beter, maar we hebben het goed uitgespeeld. Jij werd natuurlijk niet zo moe, want jij mocht invallen, en hoe? Ja, ik kwam erin en ik dacht, het is dit wel. Gewoon, zegt Sabrine Lucy dan. Nee, niet gewoon. Maar ik dacht gewoon, ja, ik schiet. En hij gaat er fantastisch in. En ontzettend blij mee. En dat we gewonnen hebben, is natuurlijk ook super. Het mooie aan jou is als je scoort, jij springt 6 meter de lucht in ongeveer, hè? Ja, dat hoor ik vaker. Maar ja, ik kan niet oefenen wat ik doe. Dat is gewoon oprechte blij, denk ik. Dat is gewoon... 3 gespeeld, 3 gewonnen, 9 punten. Kunnen jullie dan ook heel erg tevreden zijn? Of zijn er toch nog wel dingen waar je zegt van, nee. Ja, natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. En dat gaan we ook zeker analyseren met z'n allen. We gaan nu genieten van het hoofdtoernooi en kijken wat er in brengt. Besef je het al een beetje eigenlijk? Je gaat gewoon in het hoofdtoernooi van de Champions League spelen. Nee, nu is het nog even ongeloof, maar dat komt wel van het weekend. En wie wil jij eigenlijk? Ver reisje? Ja, gewoon topclubs. Ja, ik weet het niet. Ik moet nog even nadenken wat het allemaal, wie er allemaal in zit. En het is gewoon, het maakt niet uit als we maar doorgaan. Miedema doet ook nog mee ergens, hè? Ja, die hebben we vorig jaar al... verslagen. Dus ja, wie weet. We weten het niet. Maar niet uit wie, maar we doen er alles voor.